Breda Nu. Je weet het meteen. Ik ben de voorzitter van Stichting De Tien van het Haagje. En ik mag heel dicht gebeuren een beetje in goede banen leiden met een heel goed bestuur. Dat is heel veel werk, hè, denk ik zo. Ja, dat valt op zich wel mee. Want wij met dit bestuur doen wij dit nu al voor het vijfde jaar. En het is een hele geoliede machine. Iedereen weet wat hij moet doen, wat hij voor moet bereiden. En wij vergaderen eigenlijk maar vier keer per jaar. Welke lopen zijn er? We starten altijd om 12:30 met de 5 kilometer prestatieloop. Daarna starten we met de wielers. De wielers die rijden 10 of een enkeling 5. Dat zijn mensen met een beperking. Die rijden in een rolstoel en die gaan keihard over dit parcours. En die zijn heel tevreden met de wegligging van het parcours. Vier bochten, niet zo weinig, dus je kunt lekker de gang gaan. 5 minuten later starten 10 kilometer voor wedstrijdlopers. En dat geldt voor mannen die binnen de 45 minuten kunnen lopen en vrouwen binnen de 48. Dat zijn er niet zoveel, maar die hebben wel een ruim baan om hun ding te kunnen doen. En dat is wel fijn. En dan heb je ook nog een familie. Ja, zometeen dus net. Ja, maar net als de 10 kilometer prestatieloop, daar doen we ook ongeveer 500 mensen aan mee. En daarna hebben we de familieloop en dat is eigenlijk wel de apotheose hier in Prinsenhagen. Want we hebben 3 basisscholen en ik weet al nu al van de voorinschrijvingen dat de Sint Maartenschool 200 deelnemers uitvaardigt. Ja, de eerste rit 100. We hadden geprobeerd bij de Boomgaard om wat meer respons te krijgen, maar er waren er maar 15. Maar we hopen dat ze toch denken van, we gaan toch in het Haagje lopen. Dus daar hopen we ook met een man of 500 te lopen. Als mensen dit nou op tv zien en ze willen meedoen volgend jaar, hoe gaat dat? Dat kan. Volgend jaar is het op 17 september 2017. Ja, hoe mooi kan het zijn. En daar kunnen ze vanaf mei voor inschrijven via onze website. Dan krijg je een linkje naar inschrijven.nl. Maar je kan altijd op de dag zelf nog inschrijven. En dat kost €5 inschrijfgeld. Dat is echt geen geld. Na inschrijven kost €8 op de dag zelf. Maar de mensen weten ons wel te vinden. En 17 september 2017. Jullie gaan direct meelopen? Ja. En aan de 10 kilometer? Aan de 10 kilometer, ja. 10 kilometer prestatieloop? Prestatieloop, ja. Ja. En presteren jullie zo goed met lopen? Ja, wij doen wel redelijk mee. Zo zal ik het zeggen. Serieus? Serieus, best wel serieus. Geen familieloop? Geen familieloop, nee. Dan zitten we weer aan het bier, denk ik. Hopelijk. We hopen klaar te zijn. Wat is de uitdaging van 10 kilometer om straks naar 15 kilometer te kunnen? Ja, ik wil ook de halve marathon in de Leur doen en zo doen de Breda Singeloop. Dus dat is een mooie opstap weer. Dat is een mooi streven. De 10 van het Haagje, hoeveelste keer is het dat u meeloopt? 8e of 9e keer. 9e keer? Denk het wel, ja. Ja. Dus u kent het parcours helemaal uit uw hoofd? Zeker weten. Ja. En hoeveelste gaat u worden vandaag? Vorig jaar was ik eerst eens bij de 55 plus. Dus dan hopen we nu ook weer op het podium te lopen. Er zijn categorieën, hè? Dus we staan hier met een paar kampioenen te praten? Hij wel, ik niet hoor. Ik niet. We lopen ongeveer even hard, maar hij zit in een andere categorie als ik. Okay. U bent de wethouder van Breda? Dat klopt, mijn naam is Boas Adank en ik ben wethouder voor onder andere evenementen. Ja, want we zien u veel op evenementen. U bent druk bezig. Ja, absoluut. Er gebeurt heel veel. Er wordt heel veel georganiseerd. Dus ja, Breda bruist. Ja, Breda bruist ook echt. Het is mij ook opgevallen. Er is ieder weekend wel wat te doen, hè? Nou, niet één keer, maar in de weekenden zijn er misschien wel 5 of 6 dingen tegelijkertijd. Dus er is voor ieder wat wils in Breda. De 10 van het Haagje, wat is dat voor u? Wat betekent dat voor u? Nou, ik vind het fantastisch dat zo'n hardloop-evenement al 12 keer wordt georganiseerd. Dus daarom ben ik ook heel blij dat ik vandaag het startschot mag geven. Daar zijn ze weg, dames en heren. Succes allen. Zijn tijd is 36:41.
Breda Nu. Je weet het meteen.